Heroïde 16 van Paris aan Helena, fragment 3. Hel facinus, ach, een schandaad. Totis indignus noctibus ille. Indignus ille, die onwaardige, bedoeld is Menelaos, is het onderwerp. En wat hij doet, dat doet hij totis noctibus in de ablatieves hele nachten. Tenet is de persoonsvorm. Hij houdt vast en wie die vasthoudt is te, jou. Dus hele nachten houdt die onwaardige jou vast. Que, en hij perfruitur, dat is een deponens, hij geniet, en waarvan dan amplexu tuo, van jouw omhelzing. En het werkwoord perfruor, datgene dat je, in de, dat je als leidend voorwerp nodig hebt bij perfruor, dat is dus een deponens, dat zet je in de ablatives, vandaar amplexu tuo. En perfruor heeft ook een seksuele connotatie, daar kun je je wel iets mee voorstellen. Meestal die woorden met per betekenen dus iets als tot het einde toe. Dus hij geniet tot het einde toe van jouw omhelzing. Ad mihi conspicaris posita vix denique mensa. Maar ad mihi, door mij, dat is een dativus auctoris, conspicaris, en dat is de passieve presensvorm van conspicere zien. Dus jij wordt gezien, maar door mij word jij gezien, vix, pas. Wanneer, er komt een ablativus absolutus constructie, posita mensa. Wanneer de tafel is neergezet, posita ppp van ponere. En denique betekent eindelijk. Maar door mij word jij pas gezien wanneer eindelijk de tafel is neergezet. Multaque quae laedant, hoc quoque tempus habet. Que, en, multa, en de persoonsvorm bij multa is habet. Het onderwerp daarvan is hoc tempus, dus deze tijd heeft, of dit tijdstip heeft, quoque ook, multa, veel dingen, en wel veel dingen, quae laedant, van het soort dat ze pijn doen. Laedant is een conjunctivus. Conjunctivus in de relatieve bijzin kan een definiërende conjunctivus zijn. En veel dingen van het soort dat ze pijn doen, heeft ook dit tijdstip. Met andere woorden, als we aan tafel zitten en ik zie jou, dan nog doet het pijn. Hostibus eveniant convivia talia nostris. Eveniant is de persoonsvorm. Evenieren, overkomen. Eveniant is dus een conjunctivus. En het is hier een conjunctivus in de hoofdzin, waarschijnlijk een optativus, een wensconjunctivus. Dus mogen overkomen, convivia talia, dergelijke gastmalen. En wie moeten die gastmalen overkomen? Nou, nostris hostibus, onze, of liever mijn, vijanden, nostris, poëtisch meervoud. Dus mogen mijn vijanden dergelijke gastmalen overkomen, met andere woorden, dit soort gastmalen, die wens je je ergste vijand nog niet toe. Talia, dergelijk, en qualia correspondeert daarmee, dergelijke gastmalen, als ik experior, ook een deponens van experiri, ervaren. Als ik ervaar of als ik meemaak, dikwijls saipe, wanneer posito mero, weer een ablativus absolutus, wanneer de ongemengde wijn, de merum is posito, is neergezet. Painitet hospitii, ik heb spijt van de gastvrijheid, met andere woorden, zat ik hier maar niet. Cum me spectante lacertos imponit colo, rusticus iste tuo. Het voegwoord is cum, wanneer. Imponet is de persoonsvorm, hij legt om, en iste rusticus, die boer, dat is het onderwerp. Dus wanneer die boer legt om, en wat legt hij dan? Zijn lacertos, zijn armen, om collo tuo, inderdaad, dievens, om jouw hals. En dat doet hij me spectante, wederom een ablativus absolutus. Als je de ablativus absolutus nog niet snapte, dan krijg je hier genoeg oefening. Dus wanneer, terwijl ik toekijk, die boer zijn armen om jouw nek slaat. Rumpor et invidio. Rumpor, ik klap uit elkaar. Et invidio, en ik ben jaloers. Oftewel bij elkaar te nemen als een soort hendiadis. Ik klap uit elkaar van jaloezie. Quianam, want waarom niet? Narro, vertel ik omnia, want waarom vertel ik niet alles? Membra superiecta, cum tua veste fovet. Als je goed hebt geluisterd, hoorde je dat membra en tua kort waren en superjecta lang. Superjecta is dus ablatieve enkelvoud vrouwelijk en congrueerd met veste. De persoonsvorm is cum, wanneer hij fovet, wanneer hij streelt. Membra tua, jouw ledematen. En dan staat er hier een ablatieve absolutus constructie in superjecta, nadat zijn kleed er overheen is geworpen. Dus wanneer hij jouw ledematen streelt, nadat hij zijn kleed er overheen heeft gegooid, daar komt het op neer. Dan is het namelijk nog een beetje bedekt, als eerst het kleedje eroverheen is gelegd. Cum
vero, toen echter, en dan komt hier het woord koran, openlijk, dat is het contrast met de vorige zin, toen echter openlijk daretis, cum met een cognitivus, en dit is een cognitivus imperfectum, toen jullie echter gaven koran openlijk oscula non dura, kussen die niet hard waren, oftewel tedere kussen, toen jullie echter openlijk tedere kusjes uitwisselden, toen posui, komt de hoofdzin, plaatste ik anteoculos meos voor mijn ogen de pocula sumpta, de genomen bekers, en ook dat is poëtisch meervoud, de vastgepakte beker dus. Hij houdt zijn beker maar even voor zijn ogen. Lumina demito cum tete in het artius ille. Demito is de persoonsvorm, neerslaan, want het woord lumina, lumen is licht, maar ook je oog, dus de ogen, en daarbij hoort neerslaan. De ogen sla ik neer, cum, wanneer hij tenet, hij vasthoudt, te, jou, en hij houdt jouw artius dichter tegen zich aan. En ille, dat is het onderwerp van de zin, want dat staat in de nominativus. Dus ik sla mijn ogen neer wanneer die vent jou tegen zich aanhoudt, dichter. Crescit et invito lentus in orecibus. Het en crescit, hij of zij groeit, en wat groeit er dan? Het eten, kibus. En het eten groeit, en het eten groeit lentus taai. En dan kunnen we crescit beter vertalen met wordt, het eten wordt taai. In ore invito, in mijn onwillige mond. En in mijn onwillige mond wordt het eten taai. Dit lijkt toch ook wel een allusie op het feestmaal waarbij Atreus aan zijn broer Thyestes zijn eigen kinderen voorzette. Want ook daar was het zo dat Thyestes op een gegeven moment dacht, wat zit ik nou toch te eten? Ja, en dan wordt als het ware datgene dat je in je mond hebt een soort klont klei die je niet meer kunt wegslikken. Het waren zijn eigen kinderen. Saipide die gemitus, dikwijls dedi perfectum vandare gaf ik gemitus, accusativus meervoud uit de vierde declinatie, zuchten. En zuchten geef je niet in het Nederlands, maar die breng je voort. Of slaak je, dus dikwijls slaakte ik zuchten. Et en notavi is de persoonsvorm. Ik merkte op dat, er komt een ACI, daartussen staat nog de aanspreekvorm lasciva, brutaaltje. Ik merkte op dat jij, want T is de A van de ACI, en tenuisse is de I van de ACI, dat jij hebt gehouden, hebt tegengehouden, hebt vastgehouden, je risum, je lachen. Met de toevoeging vix erbij, nauwelijks, maakt dat de uitdrukking erg lijkt op het Nederlands. Ik merkte op dat jij maar nauwelijks je lachen kon houden in gemitu, en daarmee congeweerd meo, in mijn gezucht, dus bij mijn gezucht. Saipe mero volui flamam compescerat illa crevit. Crevit krijgt, doordat het aan het begin van de volgende zin staat, een soort van nadruk. Het staat er niet voor niks. Luister maar. Saipe, dikwijls, volui, wilde ik compesceren, bedwingen, en in het geval van vuur kun je het vertalen met blussen. Dikwijls wilde ik blussen mijn flamam, mijn vuur, het liefdesvuur dus, mero, met behulp van ongemengde wijn. Merum. Dikwijls wilde ik met ongemengde wijn mijn liefdesvlam blussen, ad, maar illa, zij, namelijk die flamma van daarnet, crevit, die groeide alleen maar. Et ebrietas ignis in icne fuit. En de dronkenschap, fuit, was in het perfectum, ignis in icne, vuur in vuur. Zoiets als in het Nederlandse uitdrukking vlek op vlek. De dronkenschap zorgde er alleen maar voor dat het erger werd. Multaque ne vidiam versa cervicere cumbo. Als je goed geluisterd hebt, heb je gehoord dat de A van versa lang is. Die congeweert met kervike, zometeen een ablativus absolutus. En, nee, om te voorkomen dat is meteen een voegwoord, vidiam is de persoonsvorm daarbij, en om te voorkomen dat ik zie multa, veel dingen, namelijk wat jij en Menelaus allemaal met elkaar doen, en om te voorkomen dat ik veel dingen zie, recumbo, lig ik achterover, nadat mijn cervix, mijn hals, mijn nek, versa is, van vertere draaien, nadat hij gedraaid is, dus met gedraaide hals. Ik lig dus met mijn hoofd de andere kant op, daar komt het op neer. Zet maar revocas, jij roept terug, mijn oculos, meos, mijn ogen, en dat doe je ipsa, zelf. En maar zelf roep jij mijn ogen terug, en wel protinus direct, maar zelf roep jij direct mijn ogen weer terug. Quid faciam dubito? Wat ik moet doen, dubito, daarover twijfel ik. Ik twijfel wat ik moet doen.
vaak Jan een afhankelijke vraag, vandaar cognitivus. Ook in de directe vraag had er een cognitivus gestaan, namelijk een cognitivus dubitativus. Ik twijfel wat ik moet doen. Dolor est meus illa videre. Het is meus dolor, mijn verdriet, om te videren, te zien, illa, die dingen. Dus het is mijn verdriet om die dingen te zien, namelijk wat jij met Menelaus doet. Sed dolor a facie major ab esse tua. Maar een dolor major, maar een groter verdriet is het om te abessen, om afwezig te zijn, a facie tua, van jouw aangezicht, van jouw verschijning. Dus, maar een groter verdriet nog is het om weg te zijn van jouw verschijning. Dus het is vreselijk om naar je te kijken terwijl jij zit te zoenen en God weet wat met Menelaus, maar je niet zien, dat is nog erger. Qua licet et possum luctor celare furorem. Qua licet, voor zover als het kan, et possum, en ik het kan, dus voor zover als mogelijk is en ik het kan, luctor celare furorum. Furorem, sorry. Luctor, worstel ik om te kelaren, om te verbergen mijn furor, mijn waanzin. Sed tamen apparet dissimulatus amor. Hier komt het prachtige werkwoord dissimulare langs. Dat kun je in het Nederlands heel mooi vertalen met het werkwoord ontveinzen. Dat zullen jullie van zolang al die levensdagen nooit gebruiken in het dagelijks leven. Maar het betekent doen alsof het er niet is. Iets veinzen betekent iets doen alsof iets er wel is. Bijvoorbeeld koorts als je niet naar school wilt. Maar ontveinzen betekent doen alsof iets er niet is. Sed tamen, maar toch apparet, openbaart zich of verschijnt of komt tevoorschijn, mijn amor, mijn liefde, en dissimulatus, dat geontveinst, het PPP, dat congruert met amor. Maar toch komt mijn liefde, hoewel, want ik kan hem in dit geval goed met een zinnetje met hoewel vertalen, hoewel die ontveinst is, of met andere woorden, hoewel er is gedaan alsof die er niet is, komt die tevoorschijn. Die liefde van Paris die breekt door alles heen, dat zie je aan alles. Hij doet heel hard zijn best om te laten merken, om niet te laten merken dat hij er is, maar het lukt niet. Nec tibi verba damus. Persoonsvorm is damus, wederom een poëtisch meervoud. Ik geef nec en niet geef ik tibi aan jouw verba en niet geef ik aan jouw woorden. En dat betekent iemand bedriegen. Woorden geven betekent iemand bedriegen. Ik vertel geen leugens. Ik vertel je geen leugens. Met andere woorden, het heeft helemaal geen zin om er iets over te zeggen. Sentis mea vulnera. Sentis. Jij bemerkt mea vulnera, mijn wonden. Sentis. Je bemerkt ze. Atque utinam solicint ea nota tibi. Atque en utinam, en dat is een heel zelden voorkomend woordje volgens mij, dat aangeeft, er komt nu een cognitivus, wel een cognitivus van wens, een optatieve cognitief dus. Atque en mogen zij sint, mogen zij zijn, ea, die, namelijk die vulnera, en mogen die bekend zijn, nota betekent namelijk bekend, maar ach, mogen die bekend zijn, soli tibi, dat staat allebei in de datives. Die vormen had je misschien niet onmiddellijk herkend als een datives, maar het is het wel. Mogen die bekend zijn aan alleen maar jou. Einde van deze passage.